Op zich werk ik heel veel met klokken. Of eigenlijk tijd is een terugkerend thema in mijn werk. En in het Earthquake Monument gaat het eigenlijk om de tijd als houvast. Zeg maar bij de ervaring van een beving. En het gaat dus niet zozeer over het politieke gebeuren erachter. Het gaat ook niet zozeer om het persoonlijke leed of het materiële leed. Maar het gaat echt om de ervaring van, van wat er eigenlijk nou gebeurt bij een beving. En dat heb ik gesymboliseerd met tijd. Omdat ik zelf denk dat tijd het enige houvast is wat je hebt als je een beving ervaart. De aanleiding voor het maken van dit kunstwerk komt voort uit een vraag voor het maken van een tentoonstelling in Japan. Dat wordt een rondreizende tentoonstelling die in 2017 van start gaat, in het voorjaar. Wij maken voor deze tentoonstelling 13 installaties. En elke keer als we een installatie af hebben, zoeken we een locatie waar we dat kunnen tonen. Maar het tonen van die installaties doen we dan dus op locaties, hetzij het in Nederland, hetzij het in Europa. Het Earthquake Monument lag natuurlijk heel erg voor de hand om dat in Groningen te doen. En toen we in contact kwamen met Der A-kerk, is daar een hele leuke samenwerking tot stand gekomen. En je ziet hier het resultaat daarvan. Nou, wat ik probeer te bereiken is, als je je met kunst bezighoudt, is eigenlijk dat je jezelf bevraagt. Hè? Je vraagt je dingen af. Het is niet dat ik daar antwoorden op kan geven. Maar wat ik mij hier dus mezelf bevraag, is kun je echt op zich naar een beving kijken? Kun je hem echt ervaren? Omdat je heel erg snel verzandt in zeg maar de sores die er is bij een beving. Het menselijk leed, het materiële leed. En ik wil eigenlijk gewoon dat je het moment ervaart.